De overheid maakt het inburgeraars moeilijk om mee te doen in de samenleving. Dat zegt de Nationale Ombudsman na aanleiding van zijn onderzoek naar inburgering. De problemen van inburgeraars zijn vaak niet anders dan die van andere mensen. Ze missen een persoonlijk aanspreekpunt en instanties sturen hen van het kastje naar de muur. Voor inburgeraars kan dat tot extra grote problemen leiden. Ze moeten aan allerlei eisen voldoen om in te burgeren. Tegelijkertijd moeten ze hun leven op de rit zien te krijgen. In een land dat ze niet kennen en waar ze de taal niet van spreken. Valse start, zo heet ook ons rapport. We weten uit de onderzoeken die we doen en de klachten die we krijgen en de signalen die mensen ons geven, dat ze het soms moeilijk hebben met schulden, met wonen, met werken, met opvang voor de kinderen. Heel veel verantwoordelijkheden voor wat met burgers te maken heeft gaan naar de gemeente toe. Het sociaal domein, schuldhulpverlening en nu ook de inburgering. Ik denk dat het past in de tijd. Maar het vraagt wel dat ook daadwerkelijk tussen de gemeente en de inburgeraar het goede samenspel tot stand komt. Dat vraagt heel veel van de gemeente, maar ook heel veel van de inburgeraar. Je legt nu de verantwoordelijkheid bij statushouders die echt niet weten welke verantwoordelijkheid ze krijgen. Helemaal niet snappen wat ze allemaal moeten. En voordat je het weet, komen ze in de problemen. Nou, we kregen dus brieven en natuurlijk voor iemand die nauwelijks Nederlands spreekt is het best wel lastig om het te lezen. Dat creëert ook een beetje een angstgevoel, maar ook een beetje van, ja, ze willen me niet hebben, ik ben hier niet thuis. Die met schulden begint staat echt op achterstand. En dat betekent dat we dat op een andere manier moeten organiseren. De plannen zoals ze er nu lijken uit te zien, zullen die schuld in ieder geval kunnen voorkomen. Dat is heel erg belangrijk. En dat plan betekent gewoon dat we de boel voor ze op een rijtje zetten. Maar niet alleen voor die mensen, maar met die mensen. Met de invoering van het PIP, persoonlijk inburgeringsplan, denk ik dat de gemeente veel meer de regie in handen gaat krijgen. En die kan ook gaan beslissen wat er moet gaan plaatsvinden. En we willen jou in februari op het mbo hebben. Dus heel hard oefenen, jongeman. Ja, klopt. Wat ik voor de mensen heel fijn vind, is dat je maatwerk kunt gaan leveren. Maatwerk is voor mij ook kijken, hoeveel lessen heeft iemand nodig? Wat heeft hij nodig om die taalverwerving eigenlijk nog optimaler te maken? Ja, daarom is het zo belangrijk. Vrijwilligerswerk of gewoon werk. Als je maar ergens komt waar je veel kan praten. En je merkt nu dat er een aantal jaren ook al mensen bijvoorbeeld vanuit Syrië in het dorp aanwezig zijn. Die worden ook ingezet bij de inburgering. En dat maakt het heel mooi dat je ziet dat mensen helpen om hun voormalig landgenoten of nieuwe dorpsgenoten op weg te helpen. Je moet dus met ze spreken van wat is er nu eerst nodig om de eerste stappen te kunnen zetten om in Nederland te zijn en te blijven. Is dat de taal? Is dat de woning? Zijn dat je kinderen? Is dat werk? Praat met iedereen. Kijk wat van belang is. Wat is voor iemand van doorslaggevende betekenis voor de eerste stap? Zet ook eerst die eerste stap en kijk dan wat verder nodig is. Inburgering heeft ook te maken met als jij niet goed in je vel zit, als de financiën niet op orde zijn, als het niet goed gaat met je kinderen, als je in de inburgering heel moeilijk kan meedraaien. Daarom is maatwerk zo belangrijk. Er moet gewoon veel integraler gekeken worden naar de situatie van de nieuwkomer in Nederland. Joni? Goed. Het stond, moet je dit en dat binnen dat tijd doen en anders krijg je boete. Nou, het was niet zo dat we dat niet willen doen. Het kon op een gegeven moment niet of het waren gewoon bepaalde belemmeringen. En ja, dat maakt wel een beetje lastig om vooral inburgeren, maar ja, je voelt zich niet thuis omdat je dan zo van bedreigd wordt. Want het wordt steeds gezegd als je dat niet doet of niet binnen dat termijn, gelijk boete. Sancties opleggen aan iemand omdat hij iets niet begrijpt, omdat hij een vergissing heeft gemaakt, dat is iets heel anders dan sancties opleggen aan iemand die bewust de boel onderduikt. En ik vind dat die sancties alleen voor die laatste categorie moeten worden toegepast. Wat ik heel fijn vind in de voorgenomen wijzigingen is dat de verantwoordelijkheid voor de inburgering weer teruggaat naar de gemeente. Maar die gaat pas in 2020 in en tot die tijd gaat het door zoals het was. En ja, dan blijft het ook zoals het gaat en blijven de mensen buiten de boot vallen. Ik weet zeker dat statushouders die aan het inburgeren zijn, dat die heel graag willen dat er nu al wat gebeurt.
En de wijsheid van nu, hè, zowel die van de minister als de wijsheid uit ons rapport samengevoegd, samen met alle andere mensen mij verteld hebben, betekent we moeten nu al aan de slag voor degenen die nu aan het inburgeren zijn. Die wet straks is heel belangrijk, maar we kunnen nu al hele belangrijke stappen zetten. Goed luisteren, een plan maken, mensen serieus nemen, inburgeren samen doen. Niet alle verantwoordelijkheid alleen bij de inburgeraar leggen. Schulden voorkomen, op tijd aan de taal werken. Dat kan nu echt ook al bij de huidige regelgeving. Dat zou voor degenen die nu bezig zijn om in te burgeren een enorme steun in de rug zijn.